Nat? Nat? Geef je mij nou stimulus? Nee, ja, nee, ik heb je blijkbaar nodig met dat deze kring van je. Het is tijd voor creativiteit, voor creativiteit, voor creativiteit! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Knusse Knutselhoekje. Dus Spring Edition! En ook deze keer maken wij weer wat leuks voor bij jou in de tuin. Hè? Staan. Precies, en deze keer hebben we wat, wat met het weer te maken heeft. Wat natuurlijk ook erg handig is. Precies, want de lente, dat kan het regenen, het kan een beetje bliksemen, het kan een beetje zonnig zijn. Vriezen, ja, alles kan. Maar Jesper, daar vraag ik mij af. Ik denk de kijkertjes ook. Snap ik. Wat gaan wij vandaag maken? Wij maken een weersteen. Oh, dat heb ik altijd al willen hebben. Ja, ik ook. Dat heb ik altijd al willen hebben. Maar wat hebben we daarvoor nodig? De checklist hamer. Een spijker. Touwtje. Een steen. Een steen. Een stift. Een houten plank. Hey, heb jij een bord voor je kop? Blijkbaar. We kunnen niet knutselen zonder... Nou. Lekker. Proost, hey. Peppy. Proost, Kokkie. Nou Mitchell, wij gaan dus een weersteen maken. Ja. Maar wat de weersteen precies inhoudt, dat zul je in de loop van deze aflevering te weten komen. Wel zien, ja, dat is interessant. Maar wat moeten wij doen? Spannend. Wij moeten deze spijker door deze plank krijgen. Helemaal? De werkplaats. Oh, wat jezus man. Echt die jongen die kan nadenken. Het is onschat. Goed, we zijn terug in ons hobbyhonk. In ons hobbyhonk. Nou, eens even kijken. Dus we hebben nu de spijker op zijn kop geslagen. Nou gaan we dit touwtje eraan rijgen. Gewoon knopen. Ja, gewoon knopen. Oké. Okay. Ja, rijgen knopen is wat anders. Maar daar hebben we gewoon weer. Zo, die zit strak, hè? Wij moeten de steen vastmaken. Ja. Nou, ondertussen pak ik even de schaar. Erbij, dat is deze. Ontwerpschaar. Is eigenlijk gewoon een keukenschaar. Kan je kip met knippen? De groente. Een ander. Maar wij gebruiken het voor touw. Maar ik kan het natuurlijk ook gebruiken voor een touwgame. Hier? Ja. Au! Touw! Touw! Of juist mijn vingertjes. Ja, of mijn doppie. Maar wat dus de bedoeling is, dames en heren. Dit is dus onze weersteen. En wat doet de weersteen? Je zet het ongeveer een beetje in je tuin, waar in het casino. En wat het dan dus doet, stel een light. Het is heen en weer, dus. Dit is waaien. Laten we meteen neerzetten. Zet maar neer. Steen nat is regen. Steen danst is waaien. Waaien dus, hè? Ja, ja, ja. Nou, de spelling is nooit... Ja. Steen wit. Steen wit? Ja. Als de steen wit is, ja, wat is hij dan? Dat maar hij is grijs. Ja, maar dat is... Is sneeuw. Sneeuw. Als het steen weg? Orkaan. En dan hier nog de weerstein. The weatherstone. Boonga kaboom. Ja, dat hoor je dan. De weerstein? Ja, de weerstein. We zijn Nederlanders. We hebben net geschreven, we nemen hem nog even door met de kijkers. Ja. De weerstein. De weerstein. Steennat. Je moet wel vraagteken bij. Steennat. Nee, steennat. Vraagteken. Kom maar, doe maar. Nee, waarom? Doe nou maar gewoon. Dat is toch leuk? Nou. Steennat. Steennat. Nat. Nat? Nat? Geef je mij nou stimulus? Steen, ja. Ja, nee, ik heb je blijkbaar nodig met dat deze kring van je. Steennat? Ja. Is regen. Steendans? Is waaien. Steenwit? Is sneeuw. Steenweg? Is een orkaan. Nou, dit is al handig. De weersteen. Dit wil je toch hebben? Fucking handig. Als ik het even mag zeggen. Ja, dat mag jij. Nou, ik zeg, zet hem op de bank. Oh, hij danst! De weersteen. Ik vind hem fucking mooi. Ik schrijf hem in mijn cv. Ik ook. Okay. Nou, jij kunt hem ook in je cv schrijven. Mm-hmm. Dan moet je hem maken en er even een foto van maken. Ja. En dan op Twitter zetten. Aha! Met de hashtag HWWE. Of zeg ik het? Oh, fuck, wat zeg ik nou? Het werk voor de werkplaats. HKKH. Hoe kom je daar bij de B? Dat weet ik ook niet. HKKH! Inderdaad. Dat is ook net een hoekje. Precies. En ga lekker naar onze website, want daar vind je van alles een leuke extra's. Ja, en daar wil je heen. Dat wil je. Dus ga www.derazendereporters.tv. Precies. Ik vond het helemaal fantastisch. Ik ook. Zie hier de vorige video en kijk natuurlijk volgende week gewoon weer. Dat moet je doen. Adieu. Dag, hoor.
Dat was heel raar, hè? Dag, hoor. Nee, nee, je ik bedoel gewoon aju. Ja, daar hoor.